Stap op mijn Solex en rij erop uit. Zon, regen, sneeuw, mist of harde wind. Steeds weer op zoek naar een bijzonder moment. Dus kijken wat ik nou weer vind. Voor een rondje dreumel, rondje dreumel. Ik kijk eens rond op elke hoek. Rondje dreumel, rondje dreumel. Voor een onverwacht bezoek. Rondje dreumel, 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 rondje dreumel. Vandaag zijn we bij de kantine van Aquila. Hier is al jarenlang een andere vereniging ook actief. DOPS heet die. Maar wat dat is, nou, we gaan het vandaag maar eens even bekijken. Zo, we zullen eens gaan kijken wat ze hier aan het mooike zijn. Nico, we zijn hier bij DOPS, maar wat betekent eigenlijk DOPS? Dat betekent Dreumense ontmoetingsplaats senioren. Een jaar of 9 geleden denk ik begonnen is, 10 denk ik, weet niet precies maar. Toen zei ik Niek Smulders tegengekomen en Helm de Klaan en die mij benaderd of ik hem mee op wil richten. Ben Derks die was er ook bij betrokken, ja, Ben, helaas overleden. Ja, dat vind ik jammer. Ben hebben veel steun nog gehad. Hij heeft ons een beetje wegwijs gemaakt, dat was een hele goeie, sportieve man. Ja, dat is jammer dat hij weggevallen is. Ja, in de. Ik vind in de wintermaanden vind ik het heel gezellig en een mooie afleiding. Bij de rest een hele dag thuis zitten hoor. In principe is het dus van de eerste woensdag van oktober tot de laatste woensdag in april. Alle weken kom ik hier. Sinds dat ik begin van het jaar zeg, ben ik liefjes mee gewoon. Die zegt, ga ermee naar de DOPS. Dus ik heb proef gedraaid. Nou, ik heb niet meer overgeslagen. Valt goed. Ja, even tot een uur of half drie biljarten en dan even kaarten. En dan de middag is hoe hem, man. En dan is het toch vooral de gezelligheid die. Ja, de gezelligheid en een beetje praten is er genijs. En wat erin niet weet, dan weet een ander hoor. En dan hebben we een groep schöne boelers. Ja. En dan hebben we rikkers, biljarters en klaverjassers. We hebben op dit moment 48 leden. We zijn ook vanaf van 2002 elk jaar nog met leden geroeid. Ja! Ja! Nou, Simon. Die vloer die verandert elke keer. Is dat zo? Elke keer. Die zijn voor mij niet aangetrild. Dus elke keer als er een feest geweest is, dan is die wat verzakt. En je weet hoe dat gaat met die gasten. Dat zijn niet van de minste, die ook niet. Dank u. Dus dat zakt af en toe een beetje. Even mijn eieren hoor, dat kan ook nog. Ja, het is ook gewoon ook. Ik merk in Dreumel, als ik toen wij begonnen, en dan praat ik bij wijze van spreken dat we 1 of 2 of 3 jaar bezig waren, als je dan het woord DOPS in Dreumel, dan begon iedereen, wat is dat? En inmiddels is het zo dat je eieren over de DOPS heeft, dat 99% onderhand weet waar je het over hebt. Hebben jullie gewoon 31? Ja, die ken ik dan nog net niet, maar is dat typisch Dreumels of? Nee, dat is die mensen die niet goed kunnen kaarten. Want dat hier net een hoop bij die kunnen rekken. Ja, ik doe direct mee. Maar die doen rekken, dat zijn dan de achterrekkers. Maar ja, als je daarbij zit, dan. En gegooid mis. Ik denk dat Rikken toch wel een dreumelspelken is. Want ik kan mezelf wat boven eind te weten wat. Maar daar kennen ze geen Rikken niet. Daar hebben we van begin af aan gezegd, we moeten proberen die drempel niet te hoog te krijgen. Maar
voor een hoop mensen is geen drempel nog te hoog. En dan denk ik, mensen, het zou zo goed zijn van, kom eens sociale contacten. Denk jij dat er in Dreumel toch nog een stukje eenzaamheid is bij mensen? Ja, zonder meer. Zonder meer, dan maak ik mij dus in die andere, ja, met de avondje dekje rondbrengen. Dan denk ik, ja, die zijn heel eenzaam. Het, echt. Ja. Rondje Dreumel.